goed. Ja, ik had lekker veel ruimte. Nee, joh, schatje. Ik heb toch heel slecht geslapen zonder jou. Ik jou ook. Ja, ik mis Praag ook, ja. Oké, werk ze. Dag. Nou, die jongen kan ook geen dag alleen zijn. Zusje? Oh my god, hoe is het? Oh, wat heb ik je gemist? Vertel, hoe is het? Hoe is Praag? Ja, leuk. Nou, vertel, ik wil alles weten. Ja, leuke winkels, leuke mensen, leuke stad. Leuk stappen ook? Ja, prima. En ken jij al een beetje Tsjechisch? Mluvíte anglicky. Spreek je Engels, toch? Nou, ik ben ook wel een keer in Praag geweest. Mam, gaat het wel? Ze kunnen papa nu toch niet heel lang meer vasthouden? En wat doe je verder zo, de hele dag? Dit is even wat belangrijker. Nu, Maxime, de kans is toch groot dat ze papa vrijlaten? Mam, wat is er nou? Ik weet echt niet waarom Maxime liegt. Dat deugt totaal niet. Het is toch juist goed? Dit is haar kans en nu zal ze me ineens beschermen. Ja, misschien ziet ze nu ook wel in dat dit ook een beetje haar schuld is. Ja, of ze probeert iets te lijmen. Ik bedoel, diep van binnen wil ze gewoon dat alles weer goed komt. Dat weet ik zeker. En ze houdt toch de mond? Dat is toch het enige wat telt? Behalve als het om een andere reden doet. Sorry. Janine? Ja, maar heb je het naar de redactie mee gestuurd of naar mijn... Ja, ik zit nu niet achter de computer, maar kijk even. Hoe zit het eigenlijk met de gazing daar? Is het een beetje de moeite waard om Annelies' zusje op te zoeken? Au. Dat is een blauwe plek. Dat meen je niet. Heeft die gast me ook nog een blauwe plek bezorgd? Als hier een raar seksverhaal achter zit, hou dan maar gewoon je mond. Ik ben aangevallen in de koning door een lompe boer. Omdat ik een grapje maakte. Maar het is niet meteen dat ik zijn broek naar beneden trok, hoor. Hey, doe maar twee van die heerlijke overrijpe bananen. Hey. Hey. Daar zijn jullie weer. We vielen het zo goed dat jullie terug zijn gekomen. Sorry van gisteren. Het is niet jouw schuld. Iedereen leeft nog. Mij valt ook best mee. Zolang er geen wildvreemde gasten om zijn nek hebben. Ja, Lucas, die kan soms een beetje erg enthousiast zijn. Maar wat doen jullie hier nog? We hebben net een nieuwe school bezocht. Sjoerd ook. Komen jullie hier wonen? Ja. Bel je ervan? Nou, ik hoef er niet per se weg. Nou, ik snap het. Maar het valt best wel mee hoor, er zijn ook leuke mensen. Dat geloof ik wel. Ik zie je.